Goedemorgen! Of goedemiddag. Of een hele goede avond, want we weten nog steeds niet wanneer je zit te kijken. En hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Magic Shop TV. Deel... Dan ben ik het even vergeten. Wat is het nou? Ik denk 116. 116? 115? Of 114? Nee, ik denk 100. Nou... Dat is Gerrit. Dat is waar. En ja, nou ja, hartelijk welkom bij een deel. Eigenlijk, wat is dat? Oh ja, dat is eigenlijk wel even leuk om mee te beginnen. Dit zijn een aantal ouderwetse. ouderwetse zeg ik maar. Want informagieën. Informagieën. Ja. En ja, het zijn een beetje. Ja, eigenlijk dit. Dit is de informagie. Van vroeger, hè, was vakblad. Dat is een tijdschrift van de NMU. En ja, het zijn, ik heb een beetje mijn kast aan het opruimen, dus daar kwam ik ze tegen. Maar weet je wat wel heel leuk is? Als je de pagina's bij elkaar optelt, weet je hoeveel je dan uitkomt? Nee, geen idee. Ik heb het je net al verteld. Oh. Nee, het zijn er namelijk 64. Oh. En laat het nou precies het deel zijn dat op het Dutch Festival of Magic als speciale uitgave wordt gelanceerd. Kijk, dit is een dummy. Nou, ik doe het hier wel. De weg naar het podium. Dat is gemaakt zeg maar door Marcel. Hier, moet je maar eens even een beetje inbladeren. Het is een dummy boekje zeg maar. Het is eigenlijk gemaakt door Marcel Verbakel. Die is van Goochelclub Rotterdam. En er staan interviews in van... moet ik even nadenken hoor. Paul Morak. Hans Klok, Scott en Muriel, wat hebben we nog meer? Ger en Alfredo. Ja. Dat is hartstikke leuk. Dus de prijswinnaars van het VISM 2000, of de kampioenschap van 2016 en het VISM. Ja, dus het staat er netjes op, powered by NMU en Marcel van Bakel. Ja. En het is powered for Magic Care. Ja. Dus Magic Care? Magic Care, dat is een organisatie. Die zich, een stichting. Een stichting die zich inzet voor kwetsbare kinderen. Om ze wat meer zelfvertrouwen te geven. Ja, die kwetsbare kinderen hebben nog wat meegemaakt. Ja. En die willen ze graag wat aandacht voor geven. Ja, als ik dat in mijn jeugd ook, als het toen geweest was, had ik misschien nu ook wat meer zelfvertrouwen gehad. Nee, ja, maar, ja. Okay. Heb je dat wel meegemaakt? Nee. Ja. Oh, kijk, Hans Klok is trouwens de ambassadeur geworden. Voor Magic Care. Voor Magic Care, ja. Dat is wel leuk. Super. Dus, gaan we dit verkopen ook? Nou, dat weet ik nog niet helemaal. Maar, en dat is wel heel leuk, je kunt het al wel bestellen. Ja. En op het festival, op het Dutch Festival of Magic, waar iedereen natuurlijk naartoe gaat. Daar ligt hij. Daar ligt hij dan klaar. Maar ik heb hem ook al op laten sturen. Ja? Ja. Oh. Als je een mailtje stuurt, even... Staat die mailadres? Dan kun je het daar bestellen. Dus. Wat gaat het kosten? Dat kan nooit zoveel zijn, denk ik. Nee hoor. Nee hoor, hij doet dat. Nee, een tientje kost 10 euro. Ja. En je steunt natuurlijk Magic Care. En als je NMU-lid bent, dan hoef je maar 8 euro te betalen. Waarom weet je dit? Waarom vraag je het als je het al weet? Even kijken, hebben we alles gehad? Ja. Nou, zijn wij er ook in? Nee, maar ja, ik heb net de factuur betaald. Oh, advertentie. Mooi is dat weer. Dus, dat is weer handig om de kwam allemaal. Ja. Nee, maar mooi ziet er heel mooi uit. Die is weg. Zo is dat. Hij heeft dat natuurlijk de weg.
daar is kort bestaan. Ja. Nou, dus ik zou zeggen, ga allemaal eventjes koop het. Het is gewoon een leuk vakblad, zeker voor de wat oudere generaties. Het weer echt een... Ja. Hele mooie interviews. Ja, nou eigenlijk, de interviews staan natuurlijk al op de site van de.nmu.nl. Maar dan kan je ze nog eens een keer lekker nalezen op de wc of zo. Of ergens anders. Nou ja, maar op de wc dan kan je lezen of zo. Goed, Marcel, onwijs bedankt. Trouwens, dat is wel een mooi verhaal. Deze dummy, die hebben we bijna niet... Vertel jij het even, over de dummy. Ja, die hadden we bijna niet. Bijna niet. Dus die werd per post opgestuurd, maar ja, zal je net zien. Post is nog niet aangekomen. Nee, dus heeft Marcel het helemaal weer opnieuw gemaakt. Helemaal weer naar ons toe gereden. Hij is speciaal voor gisteravond, hè? Door de bus gegooid. Ja, want wij waren er niet. Nee. Dus Marcel, super dat je dit doet. Ja. Sowieso. En ik zou zeggen, steun Marcel ook daarin. En wat is nou 8 euro? Precies. Hè? Voor een goed doel. Voor een goed doel. Voor een heel goed doel zelfs. Met je care. Voor kwetsbare kinderen die heel wat mee hebben gemaakt om ze opnieuw vertrouwen te geven. Goed. Gerard. Ja, Ron. Wat hebben wij vandaag in Magic Shop TV? We hebben Card on Ribbon van onze vriend Michael Chatelain. Yes. Nieuwe. Gaaf trouwens. Oh. Jax in the Box. Ja. Oh, dingetje. Echt zo'n oude wedstrijd. Ja. Een alcohol combi. Ja. Is ook nieuw, hè? Ja. Ook dat is wel grappig. Toen is hij dat die alle combi niet al leden. Nee, dat doet hij ook niet meer, maar goed. Kev-tacular. Ja. Yes. Nou, dat is hartstikke leuk. Gaan we mee beginnen. En, niet dat we met die gaan beginnen. Nee. En ik wil nog even zeggen dat we na lange tijd, hebben er heel lang op moeten zeuren, op moeten wachten. Mensen gemaild, teleurgestelde berichten, want het is nog steeds niet. Maar eindelijk is hij er weer. The Gift van Angelo Carbone. Ik ga nu niet demonstreren, want deze is al verkocht. Maar zaterdag, als dit uitkomt, dan hebben we weer, als het goed is, nieuw voorraad. En deze gaat straks de deur uit. Dus die is nog mooi. Die hou ik dicht. Ja. Ja? Dus, dat even over de gift. Nou, laat eens wat zien. Ja, zal ik beginnen? Begin jij maar. Papa de bam, de bam. Ik heb een cadeautje. Kijk eens of er wat in zit. Anders klaar we dat weer. Ja? Ja, er zit een gat in. Er zit een gat in. Wat een scherp opbouw. Nou, daar ligt die. Ja, daar heb ik hier ook een spel kaarten. En er is ook wel... Er zit een echt gat in. Ja. En ik heb hier ook een spel kaarten. En dat zijn 52 verschillende. Ga ik je straks ook laten zien. Maar er zit ook een echt gat in. Ik weet niet of ik het waarschijnlijk niet te zien natuurlijk. Misschien is je dat doet. Dan kan je zien dat er een echt gat in zit. En het zijn natuurlijk allemaal, wat ik al zei, verschillende speelkaarten. En ik heb een lintje. Ja. En je gaat het dan een beetje raden natuurlijk. Oeh, wat zal er gaan gebeuren? Kat. Ja. Wil jij voor mij, je mag een kaart kiezen, ik mag hem ook zien, je mag hem ook noemen. Ik doe Ruitertien. Ruitertien, ja, haal hem eruit. Precies de kaart die we afgesproken hebben. Nou, je zou... Nee, een schrapje, vrije keuze. Je zou eventueel die kaart kunnen signeren. Doen we niet. Maar dat is zonde van de kaart, dus dat doen we niet. Dus ik stop jouw kaart ergens in het spel. En... kijk of je het... ik heb nooit idee welke camera je dit kan pakken. Het spelkaarten gaat in het doosje. En dit is eigenlijk het meest makkelijke gedeelte van de truc, als je het mij vraagt. En het lint gaat door en door het doosje en het en de hele kaart. Ja? Ja. Dus, nou, het gaat er echt helemaal doorheen. Dat is op zich niks bijzonders. Maar nu komt het mooie, want jij hebt dus één kaart gekozen en dat was de Ruiter 10. En dan ga ik proberen de Ruiter 10 op te sporen. Sowieso natuurlijk al lastig, want dat zit ergens in het midden van het spel. Maar ik ga het toch proberen. Dus om te kijken waar die zit. Dat je niet denkt van, ik denk dat ik hem... Hoppa. Kijk, één kaart heb ik uit het spel gehaald. En geloof het of niet... Ja, jij ziet het natuurlijk allemaal naar mensen thuis. Ik denk, maar het is inderdaad de Ruiter 10. En het mooie is, we proberen niet in te zoomen op de, die camera. Wil je even kijken, want anders denk je, hij maakt een switch. Wil je eens kijken of daar bijvoorbeeld, of daar iets... het gaatje is niet heel, hè? Het gaatje is niet heel, het gaatje is natuurlijk wel. En het leuke is natuurlijk dat je het hele spel kaarten eruit kan halen. En ik kan laten zien, dat het lintje overal erin zit. En ik kan laten zien
dat het overal doorheen zit. Gaaf. En alle kaarten, dit is gewoon volledig te onderzoeken. En dat is... Weet ik wel weer. Ol. Iets met de ol. Card on Ribbon. Dat is Card on Ribbon van Microsoft. Ja, ik weet natuurlijk hoe het werkt, maar... is goed, hè? Het is super. Ja. Niets van te zien. Nee, wat mij heel erg overtuigde toen ik het effect zag op het filmpje op internet. Want ik had op een gegeven moment het vermoeden. Ik denk, oh, volgens mij doet hij dat of dat. En hij pakt dan die kaart, die stopt hij ergens in het spel. En dat hij daarna dit doet. Ja. Zo van, nou, kijk. Ik denk dat ik dacht dat ik dat ook gedaan had. Ja. Dus, en daarna gaat het hele spel in een doosje, zeg maar. En dat vond ik zelf wel heel sterk. Want ja, je impliceert dat er niks kan uitsteken, wat er ook. En, nee. En, nee. Nee, super. Dus, het is weer een heel slimme dag, moet ik zeggen. Ja. Dus, Cardinal Raymond. Leuk, 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 leuk. 32,90 als ik me niet vergis. Iets in die buurt. En, maar goed te doen. Yes. Ja, makkelijk te doen. Wordt geheel compleet geleverd met lintje, met spelkaart, met gat erin, doosje, gimmicks. Instructievideo in het Engels. Speciale gimmick. En that's it. That's it. Goed. Ja, ik vond het leuk om eens wat met dit dvd'tje te doen. Gaftacular. Gaftacular. Oh, je spreekt. Gaftacular. Oh, zo spreekt. Een stuk of, even kijken, 8 effecten. Ja. Er zitten wat speciale kaarten voorbij. Maar het zijn allemaal heel leuke trucs. Niet moeilijk om te doen. En ja, gewoon spectacular. Ja, en gaf. Ja, het zijn speciale kaarten die erbij zitten. Ah, oké. Maar die krijg je erbij. Die krijg je er allemaal bij. Zitten er allemaal bij. Wauw. Nou. Goed. Laten we dus wat mee doen. Ja. Ik zal het... Heel benieuwd. Ja. Vast wel. Inmiddels weet je wel ongeveer hoe het gaat, geloof ik. Maar goed. Ron, neem eens ongeveer de helft van het pakje eraf. Oké. Dan markeren we het hier eventjes. Goed. Ik heb hier een aantal kaarten. En die gaan straks wat vertellen over de kaart waar jij naar gecoupeerd hebt. Oké. Okay. Allereerst hebben we deze. Dat is een witte kaart. En we hebben deze. Nou, dat is een witte kaart. En we hebben deze. Dat is ook een witte kaart. Nou, die gaan mij helpen te bepalen welke kaart jij gekozen hebt. Even kijken hoor. Heel benieuwd. We leggen hem hier neer, eventjes. Ja. En ik hoef hem alleen eventjes eroverheen te halen en hij weet het een en ander van jouw kaart. Jij weet het nog niet? Nee, hij weet het wel. Idee met je. Want volgens mij is het namelijk een rode kaart. Dat is wel aan de achterkant. En volgens mij is het een harde. Ja? Ja. En volgens mij is het een harde 6. Zou dat kunnen? Zeker. Mag ik hem wel kijken? Ja, draai hem erom. En het is inderdaad harte 6. Wow. Harte 6. Nou, dan kan ik deze kaarten weer even resetten. Dit is namelijk een witte. En dit is weer een witte. En dan kan ik hem de volgende keer weer bij een andere kaart gebruiken. Tjoeps. Leuk. Geinig effectje, toch? Ja, leuk truc. Nou, dat soort dingetjes. Ik heb eventueel nog eentje die ik heb gezien. Ja, ik mag ook. Dat was geinig. Ik heb hier een hele speciale kaart. Dit kan nou niet dat er een bepaalde volgorde op zo ligt. Je mag twee kaarten uithalen. Oh, het zijn natuurlijk nog twee verschillende kleuren. Dus je hebt gekozen voor de Klaver Aas en de Harte 8. Ja. Nou kijk, als ik naar die Harte 8 bovenop leg en ik leg deze kaart er ook bovenop, dan neemt mijn speciale kaart over welke kaart jij gekozen hebt. Ja, dag. De Harte 8. Zie je? Geinig, hè? Welke kaart had je nog meer? Dat was de Klaver Aas. Klaver Aas, als ik hier naar bovenop leg. En ik leg deze erop. Eventjes wrijven. En hij verandert in jouw Klaver Aas. En hij kan zelfs nog wat. Hij kan het zelfs, als je het deck face down hebt. Yeah. En je kiest bijvoorbeeld, haalt een kaart uit en je legt hem erop. Dan moet je even wachten. Zie je? En dan wordt het ook, krijg je ook de achterkant van de kaart. Oké. Dat is een speciale kaart, ja. Dan moet ik wel zeggen, als schoolgaard snap je dan de andere punten ook wel, met de laatste fase. Maar ik denk als leek,
is dit juist. Is dit heel sterk? Nou, van dit soort, ja, simpele, leuke dingen. Ja, het is leuk. Staan. Het is leuk. Een hele aantal van op die DVD. Ja, dus je krijgt dit soort gags. Dus een double face en een paar blanco-kaarten. Dat soort dingen zitten er allemaal bij. Ah, oké. Okay. Leuk. Want het grappige is, wij hebben wel vaker... Wij hebben natuurlijk ons speciale mixdeck wat we verkopen. Ja. Dat doen we al jaren. En dat zijn dan 5 van deze. En eigenlijk alle speciale kaarten die we hebben. En ik denk dat het nog niet zo heel lang geleden was. Maar toevallig iemand die zegt, wat kan ik nou met bijvoorbeeld dat... Met een face-face. Ja. En toen zei ik, ja, ik zeg dat, waarom koop je het dan? Ja. Als je niet weet wat je ermee moet. Maar nu kan ik zeggen, nee, je moet op die gift tag. Leuk. Ja. Ja, heb ik ook nog wat geleerd. Ja. Nee, echt waar. Je had ze nog niet gezien. Nee, ik had ze niet gezien, ja. Nou, deze heb ik net 1 keer eerder gezien. Ja. Maar dat even terzijde. Goed. Dat was Gift-tacular. Dan hebben we alleen nog checks in de box. Ja, want we hebben geen filmpjes voor FG Ron en Gert. Nee. We hebben geen kijkersvragen. Nee. We hebben nog wel wat over het congres te vertellen, uiteraard. Ik bedoel, het festival. Festival of Magic. Wil je dat even doen? Vast begaan, of kort? Ja, want over 2 weken is het zover. Dus, over 2 weken... Hebben we geen Magic op TV. Nee, want we staan daar. Live. In Hoofddorp. Ja. Dus, je kan een soort Magic op TV live... Kan je zien. Ik kan gewoon vragen. Hé, kan je die van laten zien? Tuurlijk! Ja. Dat kan gewoon. Ja. Nou, het wordt een super festival. Ja. Echt, Het is dat Gert in de organisatie zit. Ik niet. Ik zit niet in de organisatie. Gert wel. Dus sommige mensen zeggen, ja, organiseren jullie het? Want we vertellen er elke keer zoveel over. Nou, dat is niet waar. Hopelijk waar we lid van zijn. Die organiseert het. Dus het heeft niets met Magic Shop te maken. Nee. Al sponsoren we wel een grappig dingetje. En als je naar het festival gaat, dan krijg je dat ook gewoon. Maar jij wilde er wat meer over vertellen, want jij bent in organisatie, dus jij kan ons de laatste puntjes hier. Ja, we hebben nog weer 2 artiesten erbij geboekt, dus in totaal denk ik dat we wel 6 lezingen hebben. Maar artiesten voor de gala? Ook. En voor het close-up gala, Kieron Johnson. En dat is een... John Kerry komt nu met een lezing. Ja, fantastisch. Geweldig. John Kerry is al in onze winkel een keer geweest. Toen was hij nog treinchauffeur. Nu is hij professioneel goochelaar. Ja. Op het congres in Blackpool, even vertellen. Heb jij denk ik 1 ding gekocht voor jezelf. Ja. En dat was de DVD van John Kerry. Ja. Tenminste, je ging met zo'n stapel DVD weg. Ja, hij maakt gewoon ontzettend leuke dingen. Ja. Hey, en wie kwam er nog meer, zei jij, Kieron? Kieron Johnson. Wat doet Kieron Johnson? Nou, die doet heel hoe heet dat? Hoe heet dat? Recurritator. Ja. Wat is een recurritator? Nou, hij slikt dingen in. Ja, dat doe ik ook wel eens. En kan ze op commando ook weer terug laten komen. Oh, ik wou net zeggen, dat laatste kan ik ook op commando, maar niet via... We hebben het in Ruskin gezien toen hij s'avonds laat. Dat is helemaal geweldig. Maar hij heeft ook hele goede effecten. Hij doet een lezing en hij zit daar in het close-up gang. Ja, maar recurriteert hij dan of doet hij gewoon? Misschien ook wel. Nou, en sowieso s'avonds dan in de afterparty, om het zo maar zeggen, dan gaat hij zeker recurriteren. Want daar is hij gewoon een helemaal gehaald. Ja, het wordt een waanzin. Als ik zo de line-up zie. Ik heb nog een nieuwtje. Een scoop. Ook Hans Klok is. Oh, echt? Ja. Toch wel. Wanneer? Dus, nou, we hopen eigenlijk alle 3 de dagen, maar in ieder geval de donderdag weer met de meet and greet. Ja, en het Hans Klok trofee concours natuurlijk s'avonds. Nou, dat is dus helemaal te gek. Ik heb op Facebook al laten weten, maar er is gewoon geen reden om naar dit congres te gaan, dit festival. Het is geen congres, het is een festival. Het is feest. Ja. Als je een klein beetje van goochel houdt, ja, dan moet je er gewoon bij zijn. Al kom je maar 1 dag, want je kan ook gewoon een dagkaart bestellen. Of koop in ieder geval... Galakaart. Of koop een galakaart inderdaad. Ja. Nou, we gaan er niet te veel over wijden. Ik denk dat we alles... Gedaan, dus. Ja, dat hebben we ook gedaan de afgelopen weken. En ons zal het niet liggen. Maar het is een zonde als je over een maand... Is er niet een leuk goochelding of zo waar ik naartoe kan? Ja, potverdorie, je had vorige maand naar het festival moeten gaan. Precies. Het was waanzinnig. Dus 10 dealers staan er. 10! 10 dealers. Als je ook maar een klein beetje van goochel houdt, dan zou ik zeggen... Kom 1 dag. Je kan ook gewoon heen gaan, hè? Je kan, je kan in de auto stappen, je kan naar Hoofddorp rijden. Je kan altijd nog en bij de deur kan je gewoon een kaartje voor die dag kopen. Ja, dus als je denkt, ja, ik weet het niet, misschien heb ik een optreden, misschien is mijn schoonmoeder jarig. Ja. Misschien kan mijn vader me niet brengen, want ik moet voetballen. Ga lekker niet voetballen. Huppatee. Laat je vader of moeder of wie dan ook, kom gewoon een keer naar dat festival toe. Het wordt waanzinnig. Ja, absoluut. En s'avonds kan je dus inderdaad gewoon met je hele familie, ook al houden ze
Nou ja, niet van goochelen, dat dan zou ik niet, want het is geen... vinden ze goochelen een beetje leuk, dan hebben ze s'avonds een waanzinnige galashow, ja, hè? Ja, absoluut. Het is... Er zijn 10 artiesten optreden, dus... Ja, ja, dus... Nou, genoeg daarover. En ja, als je nu niet komt, dan heb je pech gehad. Ja. Goed. Oké, de laatste. Jacks in de box. Dat is een, echt zo'n ouderwets pekkentoetje weer. Ja, van, Aldo, hou ik van. Van Aldo Colombini. Wat heel vreemd is, de beste man leeft niet meer. Komt toch met een nieuw trucje. Ja. Dus een oud trucje opnieuw in een jasje gedaan. In Nederland een beetje lastig, denk ik. Ja. Maar ik ga toch in het. Ik ga de originele ding doen. En daarna ga ik je wat over vertellen. Het werkt met een 10, een boer, een 10, een boer, een 10. Een boer, een 10 en een boer. 10, een boer, 10, boer, 10 en een boer. Dus een 10 en een boer en een 10 en een boer. En die stop ik eventjes hier in een doosje. Oké. Jawel. Dus wat hou ik dan nog over? Een 10, een boer, een 10, een boer. Ja, maar vanaf face-up is het een boer en een 10 en een boer en een 10. Oh, en deze volgorde, dat maakt niet uit. En als ik snel een beetje door elkaar heen schud. Ik heb geen idee waarom ik dan in mijn vingers moet krijgen. Maar als ik een beetje door elkaar heen schud, weet je wat ik dan hierover... Oh nee, en ik hou ze even boven het doosje. Ja. Weet je wat er dan gebeurt? Nee. Dat zal ik je laten zien. Kijk, dan heb ik namelijk een 10 en een 10 en een 10. En een 10. Het is een klein wondertje. De boeren zijn namelijk... In het doosje? Ja. Zeg maar, in het Engels zou het zijn Jacks in the box. Ja. Vandaar natuurlijk Jacks in the box. En ik zal ze even laten zien dat ze ook daadwerkelijk in de box zitten. Ja hoor, alle 4 doosjes verder natuurlijk gewoon helemaal leeg. Alleen dit zijn echt de Jacks in the box. Een duveltje. In een uit het doosje. Ja, heilig. Leuk toch? Ja, ik hou ervan. Ja, Jacks in the box is, dit noemen ze een Jacks in the, dit noemen ze een Jack in the box. Ja. En bij ons zouden we eerder zeggen een duveltje uit het doosje. Ja. Dus ik denk dat je dit misschien beter kan doen met jokers. In plaats van boeren. Ja. Ben je er mee eens? Ja. Dan zou je een joker een 10 en een joker een 10 en dan zou ik zeggen, ja, een duveltje. Ja. Dan, of niet, of je gaat zeggen, hey, Jacks, weet je wel, van nou, weet je hoe dit in het Engels heet? Hij heeft een 10 en dit is een Jack. Of niet, ik weet niet wat voor presentatie je eraan zou moeten kunnen geven. Precies, maar je kan het zo makkelijk aanpassen. Je kan het, ja, precies. Naar eigen behoeften. Ja. Het leuke vind ik van deze goocheltruc, sowieso zijn het hele mooie speelkaarten, die Jacks in the Box, zijn originele bicycle kaarten, dus dat is sowieso heel goed. En er zitten 2 counts in voor de kaarttechnici onder jullie. Dat is de Hammond count en de Elmsley count. En die worden best goed uitgelegd. Oké. Okay. Dus. En mocht je nou denken, even een sluitreclametje tussendoor, die Elmsley count, die wil ik wel heel goed leren. Die verkopen we als download. Ja. Voor, ik dacht, een euro of 5 nog ineens. Nee. Onder de 5 euro. En ja, wij hebben dat eigenlijk meer als soort semi-service, zeg maar, een beetje gedaan. Maar de reacties van de mensen die het gekocht hebben, moet je maar eens kijken bij de reviews. En dat zijn echt gewoon eerlijke reviews. Zijn waanzinnig. Ja. Dus dat vind ik ook leuk om te lezen. Maar dat gaat over de helft account. Nou, dan zijn we er. Ik heb echt helemaal niets meer. Nee. Nou, dan... Wel, ik weet het vertellen. Tot op het congres. Ja, we zien jullie. Festival. Festival. We zien jullie daar. Over 2 weken geen Magic Shop TV. Ik denk over 3 weken misschien. Ja, in ieder geval een compilatie. Er zal ongetwijfeld van het festival. Ja, want Jean-Paul, onze vaste editor en cameraman. Oh, hij staat niet te filmen. Nee, die is er natuurlijk ook en die gaat van alles en nog wat filmen. Dus misschien kunnen we dan wel een soort van geïmproviseerde Magic Shop TV demo dealer ding doen. Want we hebben wel, en dat is wel heel leuk. Mag ik eigenlijk nog niet vertellen, maar ik ga het hier lekker toch wel doen. Magic from Holland. Ja. Dat zijn wij natuurlijk ook. Die komen 29 mei, zeg ik even op mijn hoofd. Wordt de wereldwijde release gedaan van een gloednieuwe goocheltruc. Ik denk dat het een topper is. Ja. En op het Festival of Magic gaan we die al laten zien. En misschien ook verkopen. En misschien ook verkopen. Dat moet ik even kijken hoe we dat, of we dat officieel mag dat niet. Mogen. Dat officieel mogen. Dus die zal dan de volgende keer in Magic Shop TV komen. Ja. En dat is een top. Had ik het toch verteld? Ja. Okay. Bedankt voor het kijken. Tot over 3 weken dan of zo. Of voor 4 weken misschien. Dan moeten we even kijken. Dat weet je zelf ook nog niet. En tot ziens. Ik zie je op het festival. Op 2 weken. Doei. Doei. Nou. We beginnen opgekletst.